nieuwe babykleertjes. Ik hou jullie op de hoogte als ik wat meer weet. Voor wie was dit ook alweer gekocht? Ik wil er even een beetje van de schrik bekomen. Hele goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Zeg maar goedemorgen, Bente. Ik heb een beetje haast. Het is bijna 9:30 en ik moet echt om 9:30 in de auto zitten, want ik moet naar de orthodontist. En ik moet madammetje nog aankleden, dus dat ga ik nu eerst doen. En dan als de wiede weer alle spullen even in de auto gooien en dan, ja, dat dus. Want ik heb altijd haast. Nou, ik ben onderweg hoor. Het was net allemaal even een beetje snel, want ja, ik heb weer haast. Oh. Maar ja, ik ga nu dus even naar de ortho. Morgen is het een hele belangrijke dag. Want dan ga ik met Bente weer naar het ziekenhuis. Want ze hebben natuurlijk een paar onderzoeken gehad. Voor de meeste mensen is het natuurlijk bekend. Maar voor iedereen die het nog niet weet. Er loopt nu een onderzoek naar Bente haar ruggenwervel. Want schijnbaar heeft ze een vlinderwervel. Waardoor ze haar nekje onvoldoende naar rechts en naar links kan draaien. Dus daar wordt morgen naar gekeken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daar dan mee kunnen doen. Wat de conclusies zijn. En of dat zij een MRI moet. Of dat zij misschien wel geopereerd moet worden. Ja, dat is allemaal even afwachten. Dus daar morgen meer over. Ik moet om 1:00 daar zijn. Dus dat is even spannend. Ik heb een heleboel leuke pakketjes binnengekregen. Want ja, Bente is binnenkort jarig. Dus ik heb allemaal leuke kleding voor haar gekocht bij de Zara. Dus allemaal Zara babykleertjes. En die wil ik dadelijk even met jullie gaan uitpakken. Ik heb natuurlijk zelf al wel gespiekt. Ik kon het niet laten. Ik had het gisteren al binnengekregen. Maar ik wil het met jullie nog wel eventjes doorlopen. Dus dat komt dadelijk. Rijd dan! Zit niet zo lang te wachten, joh! Godsamme stomme boer. Oh, oef. Ja, lekker windje, meid. Nou, dit raad je gewoon nooit. Dit raad je nou gewoon nooit. Dat is echt ongelooflijk. De vorige keer heb ik in de verkeerde wachtruimte gezeten. Heb ik 3 kwartier daar gezeten. Tot ik op een gegeven moment dacht, oh wacht even, volgens mij gaat er iets helemaal niet goed. Nu zat ik weer 20 minuten, 30 minuten in die wachtruimte. Ik denk, ik ga toch maar even naar de balie. Want ja, madammetje, die heeft daar ook geen zin in, hè. Die heeft ook zin in een boterhammetje. En die wil ook naar huis. Dus die begint ook te zeuren. Dus ik ga het toch maar even vragen. En ja hoor, nou zijn ze me gewoon vergeten. Nou, het is echt ongelofelijk. Hoe dan? Oh, dit heb ik weer. Dit heb ik weer. Vrouwtje is een beetje driftig, want het ging allemaal weer niet snel genoeg. Ja. Kijk eens. Oh, wacht, dat is misschien wel een heel groot stuk, hè? Hier. Ze hebben een broodje avocado. Lukt het? Heel leuk, hè, die sleutels. Zij vermaakt haar eigen wel. Kijk, ik heb een hele stapel. En die ga ik even laten zien. Ik heb dit leggingje. Gewoon een beetje, ja, wat is het? Taupe kleurtje. En die heb ik ook in het roze besteld. En ik ga wel eerst even kijken allemaal, als ik het haar heb aangetrokken, wat ik leuk vind. Want ik hou niet alles. Deze legging, maar van deze ben ik niet zo kapot. Ik vind die tulpjes hier aan de bovenkant niet echt iets voor Bente. Deze vind ik helemaal geweldig. Die is ook zo zacht. En dan dit broekje met een soort van ruffel detail aan de bovenkant. Deze is helemaal top. Dat soort kleuren staan haar ook gewoon heel mooi. Maar ja, deze is wel vrij dik voor in de lente. Maar ik vond dat ook weer zo leuk met die bovenkant. Dit is allemaal maatje 80. Want ze zit nou in 74, gaat langzaam al naar 80. En dit is natuurlijk allemaal voor de lente, dus ja. Ja, als het er zo uit blijft zien, dan duurt het ook nog wel eventjes. Dan had ik deze besteld.
een soort van blouse rompertje. Ik vond deze denk ik wel leuk voor haar verjaardag. En dan met een leuk broekje erop. Een van die broekjes die ik net liet zien. Maar dan moeten we even kijken. Deze had ik besteld. Vind ik ook echt heel erg leuk. En dat is ook een beetje van dat... Ja, dat kunnen jullie denk ik heel slecht zien. Maar dat is van dat echte katoen. Het is echt een heel lekker stofje dit. En ik vond het ook wel leuk met die knoopjes. Hadden we nog deze. Een ribstofje. Met een soort van bloemetjespatroon. Vond ik ook wel heel erg schattig. En die heeft ook van die soort van rubberen mouwtjes. En deze vond ik eigenlijk het leukst op de foto. Maar nu vind ik hem eigenlijk het minst leuk. Want dit is ook wel vrij dik. En het voelt een beetje als een soort van vlies. Een beetje pyjama-achtig. Het zijn ook allemaal rompertjes. Dus ik heb rompertjes en leggingkies. Want ja, ze is natuurlijk in april jarig. Dus dan is het wel lente. Dus het is wel lekker om gewoon zoiets alleen aan te doen. En dan met een leuk leggingje erop. Oh, dat papier, dat moet niet kapot. Ik moet sommige dingen nog terugsturen, meid. Maar ja, nou komt natuurlijk het leukste. Ik wil natuurlijk het een en ander bij haar passen. Maar als mevrouw ergens een hekel aan heeft, dan is het wel dat. Dus ja. Wish me luck. Want dat wil ik eigenlijk wel vandaag doen. Omdat ik morgen naar het ziekenhuis gaan moet. Kom ik toch langs het PostNL-punt. Dan kan ik het gelijk morgenmiddag even wegbrengen. Dus. Nou, dat waren in ieder geval de Zara-kleertjes. Omdat het maandag is, moet ik ook heel het huishouden vandaag nog gaan doen. Dus ik ga even beginnen met een wasje erin te gooien. Bente heeft tegenwoordig iets heel leuks. Want dat heb ze eigenlijk altijd al wel gehad. Volgens mij hebben ook heel veel kinderen dat. Maar zodra haar luier uitgaat, dan heeft ze nog wel eens de neiging om alles te laten lopen in één keer. En dan piest ze zichzelf helemaal onder. Dus ik moet alles wassen vandaag, want ik heb echt geen hoeslakens meer voor haar, aankleedkussen. En al haar rompers zijn nat. En ze heeft ook een ontiegelijke ongelukje gehad, kijk eens. Wit wasje draaien, daarna nog een kledingwasje van mezelf. En dan ga ik mijn bed nog doen. Ik moet alle stofzuigen dweilen afnemen. Dus ik heb het druk. En ik wil het allemaal voor morgen af hebben. Dus, nou, wish me luck. Een kleine sneak peek. Niet te lang, want ik heb hier muziek aan staan voor. Dan gaat ze weer janken. Kijk, dit is de kleding van de Zara. Nou, die rompertjes zijn hartstikke leuk. Maar ik weet niet, die broekies. Die zijn wel heel groot. Heel apart. Want dit is voor... dit is voor kinderen tussen... 9 en 12 maanden. Nou, daar zit zij toch wel ruim in. Maar die broekjes, die zijn echt. En op de site lijkt het allemaal alsof het bij die kinderen heel strak zit. Nou ja. Maar het is wel een ontiegelijke schattige combo, dit. Ja, zeg maar goedemorgen, poes. Hi. Ik denk dat het op camera slecht te zien is. Hoe slecht ze eruit ziet. De dag dat we naar het ziekenhuis moeten, heeft mevrouwtje 39 graden koorts. Nou, geweldig. Parkeerterrein op van Jeroen Bosch. En ik heb precies nog 5 minuten, want het zat weer heerlijk mee. Eerst had ik een of andere soepkip voor me zitten. Die gaat gewoon op een 80 weg. Nou, dik 50 rijden. Nou, jeetje. Ben ik hem eindelijk voorbij? Kom ik eindelijk op een weg uit... Bij de Hedelse brug, dat zo heet dat bij ons daar, die lange weg. Mag ik 80? Heb ik een 45 kilometer wagentje voor me zitten? Nou, moe. Ongelooflijk. En je mag daar niet inhalen. Nou zeg. Wat een rotzooi. Nou, het is hier ook weer ontiegelijk druk. Ik zoek een plekje een beetje wat dichterbij. Oh, hier. Want het regent. We hebben dus weer haast. Goh, vertel eens wat nieuws. Story of my life. Gadver. Nou, we zitten in de kamer hoor. Mevrouw is even weg. Ja, ik ben benieuwd hè. Oh. Boom. Nou, ik hou jullie op de hoogte als ik wat meer weet. Echt klaar mee allemaal.
Eerst is het allemaal niks en dan wordt het elke keer allemaal afgewimpeld en gedaan. En nou moet ik toch weer naar Nijmegen, naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis. Omdat er toch wel meerdere dingen zijn. Want eerst was het oog is niks. Nou, die ruggenwervel, daar hoef ik me eigenlijk dan niet zo druk om te maken, zegt ze. Maar omdat er meerdere dingen zijn. Dus en de schildklier komt er nu bij kijken. Want dan denken ze dus, oké, het is en het schildklier en het oog en nu die wervel. En ze heeft, ja, dat heb ik helemaal nog niet verteld. Borstvorming. Dat noemen ze heksenmelk. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, dan moet je maar even googelen. En nou willen ze dus toch dat dat dan helemaal onderzocht wordt. Want dan zijn ze misschien bang toch voor een of ander syndroom of zo. Nou, ik praat je later wel even bij. Ik ben thuis, of in ieder geval wij zijn thuis. Ik ben weer een beetje rustig. Ik heb even Danny op mijn gemak gebeld. Ik heb eventjes mijn moeder op mijn gemak gebeld. En ja, ik ben weer even een beetje van de schrik bekomen. Ja, die vrouw kan op mij ook niks vertellen. Dus dat is een beetje lastig. Ik moet nu in ieder geval gewoon naar Nijmegen. En dan gaan ze vanuit daar kijken ja, wat ze hier dan verder mee moeten in ieder geval. Ik huilde ook meer omdat ik gewoon... Ik ben echt heel moe de laatste tijd. En weet je, komt natuurlijk ook waarschijnlijk gewoon toch ook een beetje door dat corona. En dat je alleen maar binnen zit. En het is gewoon een beetje veel. Ik kwakkel nu met haar ook al een jaar aan met ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ook omdat ik natuurlijk voor meerdere dingen... Kijk, jullie, de meeste van jullie weten dat allemaal. Ik ben met haar voor zoveel onderzoeken al geweest. En elke keer... Weet je, dan worden die dingen los onderzocht. En dan valt het allemaal wel mee. Of dan komen ze toch weer ergens op terug. En nu gaan ze dan in één keer toch bedenken van... Oh, maar wacht even. We hebben nu een schildklier. We hebben die wervel. Nou, ze hebben natuurlijk dat oog onderzocht. Los valt dat allemaal mee. Maar als het allemaal bij elkaar komt... Misschien is het dan toch een soort van afwijking. Dus ze had het over een soort van... syndroom. En die vrouw zegt, je moet niet gelijk schrikken met het woord syndroom, want dat is gewoon een benoeming voor toch een soort van chromosoomafwijking. En het heeft niet mee te maken dat ze gehandicapt is of dat ze echt dat soort dingen mankeert. Maar dat is gewoon een samenvoegd iets van meerdere dingen bij elkaar. En dat hoeft helemaal niks ernstigs te zijn. Maar dat weten we dus niet. Dus vandaar dat ik dus naar Nijmegen moet. Maar ik ben gewoon, ja, ik ben gewoon op. En ja, dat eigenlijk. Ik ben gewoon echt heel erg moe. En ik heb echt alle dagen de laatste tijd koppijn. Ik weet ook niet zo goed wat ik ermee aan moet. Weet je, je kwakkelt nu echt al een jaar aan gewoon met haar. Met elke keer weer dingetjes. En dan komen ze er nou in één keer mee. Van ja, dan ga je toch maar misschien naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Nijmegen. En dan gaan ze daar... verder kijken. Dan denk ik, waarom doen ze dat soort dingen nou niet veel eerder? Waarom moet er dan eerst zoveel tijd overheen gaan en dan komen ze er zelf niet uit? Of gaan ze toch in één keer denken, goh, ja, het zijn nu wel meerdere dingetjes. Misschien is het dan toch wel iets. En dan denk ik bij mezelf, waarom wordt dat dan niet eerder bedacht? Weet je wel. Overal moet ik zo erg... overtuigend zijn van dat er iets is en hun ervan overtuigen dat ze door moeten zoeken. Anders waren ze waarschijnlijk al lang gestopt geweest. En ik, daar word ik gewoon zo moe van. Nou, ik ga niet weer janken, want daar ben ik echt ook even klaar mee nou. Dus dat. Ik stop ook even mijn vloggen voor vandaag. Ik ga morgen wel weer lekker verder. Dan heb ik er ook even een lekker dagje over geslapen. En dan is alles even weer een beetje gezonken. Want mijn hoofd staat nu echt gewoon op klappen. Ik heb barstende koppijn weer. Dus ja, morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe start, nieuwe kansen. Hè? Zeg maar goedemorgen. Ik zie er niet uit. Ik heb gisteren gewoon... Ik was gewoon helemaal vergeten het eraf te halen. Ik heb met mijn make-up geslapen. Alleen om mijn ogen. Het is ook wel te zien. Nou. Ik had zo'n kutdag. Ik heb gisteren een fles wijn opengetrokken.
En ik heb lekker even 3 lekkere lellen met rode wijn op. En ik ben daarna zo moe geworden in 1 keer. Ik denk, ik ga naar mijn nest. En ik heb gewoon niet eens de moeite genomen om die make-up eraf te halen. Nou, welcome to my life. Hi. Hi. Nou, Bente die is vannacht ook nog wakker geweest om, wat was het? 2:30. Dan had ze weer 38,5. Terwijl zij de hele tijd zetpillen kreeg. En dan nog steeds zo vrij hoog, vind ik dan ook wel. Terwijl dat moet eigenlijk de koorts onderdrukken, maar... Nou, in ieder geval, vannacht hebben ze er weer eentje gehad. En nou vind ik er wel redelijk opgekalevaterd. Ze is lekker aan het spelen en ze is gewoon vrolijk. En de laatste was dus om 2:30. Nou ja, het is nu bijna 9:00, dus dat is echt al 6 uur geleden. Dus er zou er nou eentje mogen, maar ik heb het idee dat het op dit moment niet helemaal nodig is. Dus dat ga ik ook niet doen. Daar ik even een schone broek en dan gaan we even... Oeh, je stinkt een beetje zuurig uit je mond. Heb je gespuugd? Wat ben je allemaal aan het doen? Kijk, ze krijgt alweer spatjes. Ik twijfelde trouwens heel erg, want ik heb gisteren een beetje geëdit van de video. Of dat ik dan wel dat stuk er moet inzetten dat ik dan zo emotioneel ben. Maar aan de andere kant denk ik, ja, kan het er wel uitlaten, maar het is gewoon wel real life. Ik ben er nooit zo'n voorstander van om dat soort dingen op internet te zetten. Dat is dan toch weer net een beetje te privé, vind ik. Ongeacht dat ik alles wel vrij... Ja, ik laat wel vrij veel zien natuurlijk. Maar ik vind bepaalde emoties... vind ik dan toch altijd wel lastig. Nou. Maar ik denk, ja, weet je, het is zoals dat het is. En ik heb er toch voor gekozen om het er gewoon in te laten. Dus... Doe eens even niet zo raar. Hier, wat appelsap. Lekker eventjes gedoucht en aangekleed. En ik wilde mij eigenlijk een beetje gaan opmaken, maar Bente die kreeg honger. Dus ik denk, ik ga toch even proberen haar weer een boterhammetje te geven. Aangezien zij al 2 dagen nu alleen maar flesjes heeft gekregen. Ja, ze was niet lekker en ze wilde gewoon geen avondeten. Ze wilde geen brood, ze wilde helemaal niks. Behalve flesjes. Maar dat is vanaf vandaag afgelopen, want ze heeft geen koorts meer. Dus dat is fijn. Oh. Oh. Ja. Oh. Ja, vallen hoort er ook bij, hè. Ze gaat proberen te lopen. Alweer. 4:30. 4:15. Om precies te zijn. Bente, die slaapt nog steeds. Ik heb haar om 3 uur op bed gegooid. Toen ben ik zelf ook eventjes op de bank gaan liggen. En toen heb ik haar wel even tussendoor gehoord, maar ze is weer in slaap gevallen. Dus toen dacht ik, een hele mooie gelegenheid voor mij om even te beginnen aan de soep. Ik maak een soort tomatengroentesoep hier. Dan ga ik daar met Bente eventjes een beetje soep eten met brood. En dan komt Carina dadelijk heel eventjes gezellig een borreltje doen. Ze had namelijk gisteren een rotdag en zocht eigenlijk bij mij een beetje... toenadering om te kijken of dat ik haar dan weer een beetje kon opvrolijken. Maar aangezien ik natuurlijk gisteren in het ziekenhuis was geweest, zelf ook niet echt een super dag. Dus ik denk niet dat ik echt de juiste persoon was om dan haar op te fleuren. Want ja. Maar ik ben dan weer iemand als ze dan aan mij vraagt van goh, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Omdat ik dan... Ik ben altijd iemand die daar dan geen zin in heeft. Ik ben nooit iemand die echt heel snel toenadering zoekt naar een ander. Of hulp zoekt. Dus dan zeg ik, gaat goed. Weet je wel, met jou. Zo van, ja. Terwijl eigenlijk van binnen... Het gaat dan eigenlijk helemaal niet goed. Maar dan heb ik gewoon op dat moment geen zin om dat soort dingen uit te leggen. Dat klinkt misschien heel stom. Maar ja, dat is echt weer typisch ik. Ik probeer altijd alles zelf te doen en zelf op te lossen. Maar soms denk ik wel eens bij mezelf, eigenlijk is het helemaal niet goed. Positive thinking. Positive thinking. En ik wil niet alleen maar weer dramatisch allemaal gaan lopen doen in deze vlog. Want mijn vlogs zijn de bedoeling om mensen een kijkje te geven in wel mijn leven. En natuurlijk hoe het is om moeder te zijn. En gewoon, ja, gewoon de leuke dingen in het leven ook. Ah. Bente is wakker. Dus ik wil niet alleen maar
negativiteit doen. Want ik ga sowieso al best wel vaak naar het ziekenhuis. En ik laat dat nog niet eens eigenlijk in al mijn vlogs zien. Want dan denk ik, ja, zitten ze ook allemaal niet op te wachten. Maar dat is wel mijn leven. Maar goed. Lekker soepje met brood voor Dente. Soepje voor mama. Mijn stokbroodje zit in de oven. Hè? Lekker soepje. Kijk eens. Lekker, zeg je dan. Ba. Ba? Nou zeg. Wat? Is het lekker? Nee. Dag, wij gaan eten. Zeg maar tot morgen. Ja. Doei. Morgen. Of is het dan middag? Over een kwartier is het middag. We hebben lekker heel de ochtend gechilled. Een beetje gespeeld. Ik heb een beetje op Marktplaats zitten zoeken naar dingetjes voor haar. Nou, doe eens even rustig. Monster. Want het is natuurlijk over een paar weken jarig. Rustig, Bente! Ze zitten kijken voor een schommel. Toen dacht ik, ja, ik kan hem wel nieuw kopen voor de verjaardag. Maar je wordt ermee doodgegooid ook op Marktplaats. En dan geef ik er liever wat erbij. Om dan een schommel te kopen. Nieuw, terwijl je hem gewoon hartstikke mooi nog kan krijgen van een ander bijna. Voor een tientje of zo. Dus ben ik eventjes mee bezig geweest. En ik heb toevallig een hele leuke gezien. Of leuk. Ziet er gewoon goed uit. Hier in het dorp. Nou, is dat nou even toevallig? Dus ik ben nou aan het onderhandelen met die man. Daar was ik in ieder geval vanmorgen mee bezig. In de hoop dat hij akkoord gaat. Ik had een tientje geboden. Hij had hem voor 20 euro erop gezet. En hij niet mee akkoord. Dus namelijk 15 euro geboden. Ja, als hij die niet accepteert, dan ben ik er klaar mee. Want ik kan ze ook voor een tientje krijgen. Dus. Doe eens even normaal. Ik heb de schommel gekocht waar ik het net over had. Dus die ga ik nou meteen ophalen, want het is toch in het dorp zelf. Dus dat gaan we even doen. En dan hoor ik je denken, waarom ga je dan niet even lopend? Nou, het is net een dorpje wat aan ons dorp grenst. Dus dat is best wel lopen, wel een stukje heen en terug. Dus ik dacht, ik doe het gewoon even met de auto. En het is ook niet zo heel erg lekker weer, dus gaan we hem even ophalen. Ik heb voor 15 euro gekocht uiteindelijk, dus top. En Bente die heeft echt totaal haar dag niet. Zo dwars de laatste tijd. Oh. Ik zou bijna denken dat ze in een sprongetje zit. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Ja, die. Waar moet hij in? Doe maar erin. De poes? Waar? Mauw. Wat doet de poes? Mauw. Doe dan. Wat doet de poes? Is dat een hondje? Ja, een hondje. Ja, goed zo. Wat doet een hondje? Paf, paf, paf. Recht in mijn bek. En wat doet een konijn? Ik ben zo moe. Ik heb van de ellende maar even een pakje koffie. Ik ben bezig met aardappels te schillen in schijfjes voor de ovenschotel. Want ja, het is alweer 4 uur. Jenny die komt ook zo thuis. En ik denk dat ze last heeft van tandjes of zo. Ze is echt niet tevreden gewoon. Het is heel toevallig, want ik ben bezig met het opnemen van een 11 maanden update. Yeah.
What happened? En ze laat echt gewoon alles. Oh, is zo. Ze laat gewoon echt alles zien wat ik maar wilde laten zien in één dag. Ik denk, ik heb daar een paar dagen voor nodig, maar. Kom dan. Kom hier dan. Nee. Ga maar tv kijken. Nou, ik ga dit even afmaken en ik zie jullie morgen. Kijk eens wat een chaos. De buitenkeuken gaat eruit. Zoals je ziet, dit hele stuk gaat eruit. Dit. We zijn de keuken. We zijn de schuur al helemaal aan het leegruimen. Wat je hier ziet, dat gaat er allemaal uit. Dus de tussenmuur gaat eruit. Tot en met hier, denk ik ongeveer. En dan gaan we helemaal tot aan bijna deze deur van de schuur. Dus misschien tot hier een stuk aanbouwen. Dus we krijgen een grotere keuken. Dus daar zijn we nou mee bezig. Let niet op deze twee vogelverschrikkers. Want ja, we zijn natuurlijk aan het verbouwen zoals je hebt kunnen zien. En we moeten nu even snel wat ophalen. Want we hebben... kan je het zien? Nee. Ja, maar roep dan! Maar we moesten eventjes Duplo ophalen, want dat hadden we op Marktplaats gekocht. Want dat vindt Bent heel erg leuk om mee te spelen, maar dat is ontiegelijk duur. En dan heb je elke keer maar een paar blokjes. Dus nu hebben we een hele bak vol gekocht bij iemand. Moest ook wel €40 voor betalen. Maar goed. Dat gaan we even doen. En dan gaan we even lunchen bij de Mac. En dan gaan we weer verder. Oh, nee. Oh. Dan gaan we weer even verder met het slopen. En het inrichten weer. En ik denk dat ik pas in mijn volgende vlog een beetje ga uitleggen wat de bedoeling allemaal is. Ja, wat we dus allemaal gaan doen. Want we zijn een heleboel van plan, dus. Kijk, dit is heel die bakvol die we hebben gekocht. Dan ga ik het allemaal wel even wassen, dat snap je. Want dat is niet zo fris. Er zit echt van alles in. Allemaal diertjes, autootjes, huisjes. Ja, noem maar op. Echt een hele bakvol. Kijk, baby Bente. Kijk, die moet erin. Voor wie was dit ook alweer gekocht? Ga eraf, Jill. Is het leuk, Bente? Ja, die is mooi, hè? Ja, die kan er ook op. Goed zo. Wauw. Dat is mooi, hè? Ja, doe maar slopen. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja. Ik heb net even lekker sushi gehaald. Oeh. Met Ben? Piet. Met Ben. Met Ben? Met Ben. Nou. Oh. Die moet jij hebben. Lekker hoor. Echt zin in. Echt zo noemen? Ik hoor. Wij gaan lekker eten en van onze welverdiende zondag genieten. En bedankt voor het kijken en tot volgende week.